Goedenavond, chef in uw eigen restaurant. Ik begeleid u vanavond met de warme gerechtjes, zoals dat wijn warm maken en dresseren op het bord. Ik heb alle garnituurtjes van de verschillende gerechten bij elkaar gelegd. Wat heeft u allemaal nodig? Een snijplankje met een mes, dat is belangrijk. Een pannetje met dadelijk warm water om alles in op te warmen. Een koekenpan, sneeuwpan. Altijd prettig zijn genoeg lepels om mee te werken. Een tangetje kan handig zijn. Alvorens we van start gaan met het dressen van het gerecht, beginnen we met het meest belangrijke onderdeel van vanavond. Dus het water tot het punt krijgen dat het warm genoeg is om alles in op te warmen. Dat doet u voor een pan water driekwart te vullen. Op het vuur zetten. Vuur hoog. Aan de kook laten komen. Dadelijk zetten we hem uit. Na 5 minuten is het water ongeveer gezakt naar een temperatuur van 80 graden. In dit geval doe ik u het gerechtje met de zwijnswang voor. U wilt met de zwijnswang, zoals beschreven staat in de uitleg, beginnen met het opwarmen van de zwijnswang. Alles is mooi gevacumeerd. Om deze mooi open te snijden zonder dat de plank vies wordt, kleine tip. Blijf hem even zo over uw werkbank, dan kunt u hem hier netjes afsnijden. Alles uit het zakje in een pannetje. Heeft zo'n 10 minuutjes nodig. Het water is aan de kook geweest. De garnituurtjes die beschreven staan in de beschrijving welke in het water moeten, kunnen dan het water in. Dan de saus voor bij het tussengerecht. Voorbereidend werk is wel zo makkelijk. Dus dat kunt u alvast in een stilpannetje doen. En in de buurt van uw fornuis zetten, dat die al wat warmte krijgt. Druppels even eraf. Min mogelijk water erbij. Deze garnituur zijn warm. Op de zwijnswang, dus mooi warm. De saus kunt u dan even naar het vuur zetten, heeft maar een minuutje nodig. In de tussentijd kunnen we het bord gaan opmaken. We beginnen in dit geval met de knolrisotto. 2 lepeltjes is genoeg. We gaan verder met de zwijnswang. Spuitzakje met knolcreme, een keer weer een beetje naar beneden duwen, dat je puntje kunt afsnijden. Het spuitzakje kunt u vasthouden zoals een potlood of een pen. En voorzichtig op het bord duwen. 3 proefjes per bord. Dan is het een kwestie van afgarneren met de kimchi. Kimchi is Koreaans gefermenteerde kool. Leg een beetje zo de hoogte in. De gekarameliseerde walnootjes. Een chipje van truffelaardappel. En die maakt het gerecht af met de saus. Mm.